Ik heb een beetje een blaas. Lekker? Helemaal zo. Ja? Hamburgertje of zo. Goed dan. Ja, kom op. Jongens, liefhebbers. Lekker eten, Rick. Hè? Draait je nou alles? Zo gaat het makkelijker als je in zo'n ding zit, hoor. Ik zo veel van hou, daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, als zij eens wordt mijn vrouw. Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staat, waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vries. En sinds die tijd kom ik daar weer, die plek vergeet ik niet. Daar zijn die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar zijn die molen, die mooie molen. Zo. Daar wil ik. Ja, dat moet ook een bloembakje worden. Luisterde zij mij in het oor om heerlijk samen te zijn. De molen draaide rustig door en ik zei liefste mij. Daar bij die molen, die mooie molen. Ja, dadelijk een andere achterin.
Wat dat? Zie je iets? Ja. Juist. Hij is. Ik ben ook lid van de BNO, ik heb al dat ooit, maar ik ben er nooit heen. Als u voor wordt? Ja. Ja. Fijn dat u toch nog aanwezig bent. Wij weten dat de veteranen een bijzondere plaats in uw hart innemen. Het boek 483 van Amersfoort naar Batavia is op tijd gereed gekomen en vanaf vandaag gereed en hier beschikbaar. Wij vonden het een voorrecht dat u bereid was om het voorwoord voor dit boek te schrijven en zijn u hiervoor zeer erkentelijk. Wij willen u dan ook graag het eerste exemplaar overhandigen. Generaal. Het eerste exemplaar en dank dat u het voorwoord hebt willen schrijven, want ik weet, de veteranen, die hebben een plekje in uw hart. Dank u wel. Hey, en ik wil wel eventjes een slechte van onze kamer, hè? Weet je hoe het papier bij in de kast te komen? Geweldig. Hij is mooi. Ten eerste, hartelijk welkom hier op de mijn van Brandy.
die al dateert van 1816. Een van de oudste steenkomijnen van België. Deze steenkomijn staat gebouwd op een kilometers groot plateau op een heuvel. Die koele lagen gesteenten zitten daar drin. Dat gaan wij dadelijk ook zien, daar kom ik dadelijk op terug. De gebouwen die we daarboven zien, daar waar dat ligt, want die hele hoge gebouwen, dat is de koele wasserij. En die putten die noemen wij schachten. Beneden zijn ze met elkaar dan verbonden met een heel gangenstelsel. En dat heeft men nodig voor de luchtcirculatie en temperatuursbeheersing. Maar niet alleen voor de ademen, ook schadelijke gas uit die mijn te krijgen. Lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, allemaal van harte welkom. En ik wil dus even een paar dingetjes dus zeggen. We zijn blij dat jullie allemaal aanwezig zijn, dat we met z'n allen ons feest hebben kunnen vieren. Ik wil ook op de eerste plaats de organisatie bedanken voor al het werk wat ze gedaan hebben. Want we hebben inmiddels al doorgekregen dat er heel wat werk aan vast zit. En in ieder geval daarvoor allemaal de vrijwilligers en de hulpen en in de keuken en allemaal hartelijk bedanken. Kijken of ik niks vergeet. Ja, ik vergeet natuurlijk een heel belangrijk ding. De prachtige cadeaus die we gehad hebben. Het schilderij, de plant en de ding met verrassingen. En daar zullen we er echt van genieten en dan denken we er nog heel veel aan terug. Dan wil ik graag, ik wil kort houden en dan wil ik graag ook nog even het woord geven aan Fem. Die wil jullie ook nog iets vertellen. Femke. Hang. Ik ga aardappel halen, kom ik op. Ik zit in het zonnetje. Lekker, hè? Ja. Dan moet even wakker maken, iedere keer. Sanja. Sanja, wat betekent dat? Ja. Ja. En nog meer, wat is Goedendag in Indonesië? Ja, dat is een mooi zinnetje over Kampong Kotja. Wie? Jij. Ik? Ja. Nee. Gaan we dat zo wegspoelen? We hebben daar zulke meldingen en een beetje doorspoelen. Gaan we naar boven, ja? Nou, laat maar los hoor. Laat maar los, opa. Ja. Ja, de deur maar open hoor. Die deur. Helemaal open doen, dus kunnen we niet naar binnen.